Goedendag mensen. U weet dat we op dit moment te doen hebben met een heel gemene virus. En u moet er rekening mee houden dat het eigenlijk bezig is de hele wereld ondersteboven te schoppen. Laatste informatie die we hebben is dat er meer dan 29 miljoen mensen wereldwijd besmet zijn geraakt. En bijna 1 miljoen mensen zijn doodgegaan. Wat ons land betreft ziet er op dit moment ook niet zo geweldig uit. Nigeria heeft nu ook een dode gehad. Dat is dus heel kort de ontwikkelingen die we hebben. Maar waar het eigenlijk om gaat is, het is een ziekte waarvoor we geen medicijnen hebben. En op dit moment hebben we ook geen vaccin. Wat is een vaccin? Dat is iets wat ingespoten wordt om jouw lichaam te activeren, waardoor je lichaam antistoffen kan maken om je te beschermen. Die beschermingsmogelijkheid is er niet en we hebben ook geen medicamenten om te behandelen. Er zullen mensen zijn die zeggen van ja, we horen over allerlei medicijnen. De behandeling die op dit moment gegeven wordt is gewoon symptomatisch. Dat betekent de klachten die de mensen hebben. We geven medicijnen om dat een beetje te onderdrukken en hopen dat we de mensen dan daardoor in leven houden. Belangrijk is, we moeten zoveel mogelijk voorkomen dat we besmet raken. En hoe moet je dat voorkomen? U weet dat advies wordt gegeven een mondkap opzetten. Omdat bekend is dat deze virussen via je neus en je mond je lichaam binnendringen. Er is ook informatie dat het ook via ogen gaat. Maar ik denk dat dat in mindere mate is. Als je helemaal safe wil zijn, dan moet je ook een bril opzetten om je te beschermen. Dat is dus 1, mondkap opzetten. Handen wassen zoveel mogelijk waar dat mogelijk is. Of ontsmetten met de ontsmettingsmiddelen die beschikbaar zijn. En dan ook nog minimaal 1,5 meter afstand behouden. Dat zijn de belangrijkste aanwijzingen die gegeven worden om te voorkomen dat je besmet raakt. Omdat ik net eerder heb aangegeven dat de behandelingsmogelijkheden en die beschermingsmogelijkheden, die zijn op dit moment niet zodanig dat je, als je besmet raakt, de risico's die je loopt, dat je misschien dat kan overleven. Als je besmet raakt, bestaat de kans dat je ziek gaat worden. Je gaat een aantal verschijnselen krijgen, koorts, hoest enzovoorts. En uit die groep die besmet raakt, heb je een deel van de mensen die heel ernstig ziek worden. Die mensen moeten opgenomen worden in een ziekenhuis. En uit die groep zijn er ook mensen die ook andere ziekten hebben, zoals suikerziekte, hoge bloeddruk en mensen met minder weerstand. Dat die mensen zodanig ernstig ziek worden dat ze in een intensive care opgenomen en behandeld moeten worden. Over het algemeen is het zo dat een deel van de mensen die in de intensive care belanden, dat ze jammer genoeg niet meer levend eruit zijn gekomen. Dus daarmee moeten we ook rekening houden. En als we al deze factoren op een rijtje zetten, dan blijven we erop hameren van bescherm jezelf, voorkom dat je besmet raakt en voorkom daardoor ook dat als jij besmet raakt, dat je je mensen in je omgeving, je gezin of andere mensen met wie je in contact komt, dat je die mensen ook besmet. En weet u hoe erg het zal zijn? Dat als u misschien besmet bent, u gaat binnen uw gezin, u besmet iemand binnen uw gezin en die persoon gaat dood. Wat voor gevoel gaat u hebben dat omdat u onvoorzichtig was, u besmet bent geraakt, u iemand in uw omgeving, iemand binnen uw gezin heeft u besmet en dat die persoon daardoor dood gegaan is. Ik kan me indenken dat dat geen goed gevoel gaat geven. Dus laten we dit soort dingen meenemen, laten we daarmee rekening houden en laten we gezamenlijk eraan gaan werken om ons te beschermen en te voorkomen dat we besmet raken. En we horen ook dat er mensen zijn die zelf allerlei drankjes hebben ontwikkeld. De WHO zegt van er is geen enkele garantie dat deze medicijnen u gaan helpen.
Dus het blijft nog steeds. En u weet, er is een heel oud Nederlands gezegde: voorkomen is nog steeds beter dan genezen. Laten we dat vasthouden. Laten we in elk geval gezamenlijk daaraan gaan werken om te voorkomen dat in Suriname nog meer mensen besmet raken. Het is een aantal mensen bij elkaar die jammer genoeg door deze aandoening overleden zijn. Helaas zijn we niet in staat geweest om te voorkomen dat ze hierdoor overleden zijn. Maar er zijn wel mogelijkheden. We hebben wel mogelijkheden om te voorkomen dat wij besmet raken. We hebben mogelijkheden om te voorkomen dat we, als we niet besmet zijn, dat andere mensen door ons niet besmet raken. En dat ze ernstig ziek worden en dat ze misschien ook doodgaan. Want ik ga blijven herhalen, het gaat u geen goed gevoel geven dat door uw onvoorzichtigheid, u andere mensen heeft besmet waarvan een paar of enkele daarvan dood gegaan zijn. Jammer dat het zo is afgelopen. En jammer dat hij juist degene is die van onze familie. Ik had nooit gedacht dat het in onze familie zou voorkomen. Ten slotte moesten we hem cremeren. Ik heb mijn resultaten binnen 24 uur gehad. Natuurlijk met negatief nieuws, slecht nieuws eigenlijk. Dat ik COVID-positief was. Op dat moment had ik echt zoiets. Mijn leven, dat eindigt net hier, ik ga dood. Dat is het enige waar ik aan kan denken. En op dat moment stort je wereld eigenlijk helemaal in elkaar. Want je weet eigenlijk niet waar je aan moet denken. Je denkt dan terug aan de plekken waar je bent geweest daarvoor. De mensen met wie je om bent gegaan. En je bent bang dat je een heleboel mensen eigenlijk ook nog hebt geïnfecteerd. En het begon bij mij een beetje atypisch. Dus niet zoals de symptomen gebruikelijk zijn. Het begon eigenlijk met een rugpijn die langzaam heviger werd. En ik heb wel eens last van mijn rug gehad, maar zo erg dat herkende ik niet. En op een gegeven moment kwam er koorts bij. Toen vermoedde ik dat er iets aan de hand was. En heb ik me meteen laten testen. En die test was dus positief, daar schrik je van. Helaas werd ik dan ook gebeld die avond van dokter Punoasi. We hebben teleurstellend nieuws. Ik dacht, ach prima, nou, het zij zo. Ja, je doet je best als frontlinie medewerker om je heel goed te beschermen. Maar uiteraard is er altijd een risico dat je besmet raakt. Dus ik dacht, het is gebeurd, dan daarmee dealen. En het is maar een lichte griep. Over een weekje ben ik weer aan het werk. Want volgens de nieuwe ontslagcriteria dacht ik, kan je na 7 dagen weer gaan werken. Mits je 3 dagen klachtenvrij bent. En daar had ik mee verkeken. Het was niet zo makkelijk. En op de vrijdagochtend hebben ze een foto gemaakt en bleek dat zijn longen voor 93% al waren aangetast. Eigenlijk moest hij al dood zijn. Maar hij leefde, hij vocht voor zijn leven. Hij wilde thuiskomen. En de arts zei meteen, het was een Cubaanse arts, hij zei meteen, dit is niet goed. We moeten hem nu voor 48 uur in slaap houden, zodat zijn longen het een beetje kunnen overleven. Maar je bent bang dat je eigenlijk buiten adem komt. En ik ben iemand die gewend is om al mijn dingen zelf te doen. Ik ben niet afhankelijk geweest van mensen. Als ik iets moest doen, deed ik die dingen ook gewoon. Zelden tot nooit vroeg ik mensen van, kun je dit voor me doen? En nu moet ik dat ook wel gewoon doen. Ik moet het altijd vragen, kun je me helpen? Want ik kan bijvoorbeeld niet met dat mandje de trap opgaan. Of, maar kan je me brengen? Want ik kan niet meer naar die winkel lopen. Al die dingen, het doet pijn van binnen. Maar mensen, u ziet hoe snel het gaat. Het is sneller dan HIV, kan je zeggen. Maar dit was onverwachts, echt. Ik had gedacht mijn man terug te krijgen. Ik heb gebeden, maar het is niet gelukt. Het is te voorkomen. En we blijven herhalen, hoe moet je voorkomen? Mondkap, handen steeds wassen, ontsmetten en afstand houden. Dat zijn de belangrijkste zaken waarop we moeten letten om te voorkomen dat we besmet raken. En die mogelijkheid is er. Laten we dat vasthouden. En laten we gezamenlijk eraan gaan werken dat in Suriname niet nog meer mensen, duizenden mensen besmet raken.
en in Suriname nog meer mensen doodgaan. Mensen, ik denk dat wij gezamenlijk die verantwoordelijkheid hebben en dat we gezamenlijk, als we letten op de adviezen die worden gegeven, dat we in staat zullen zijn om te voorkomen dat we meer ellende hebben in ons land door deze gemene virus. Ik denk dat wat mijn boodschap betreft, dat ik de belangrijkste zaken op mijn rijtje heb gezet. Ik blijf benadrukken, het is een gemene aandoening. Het is een nieuwe virus. We hebben op dit moment bijna geen mensen die weerstand hebben daartegen. Dat betekent dat jouw lichaam geen verdedigingsmechanisme heeft om je te beschermen als je besmet bent geraakt. En ik blijf benadrukken dat er op dit moment geen medicamenten zijn om die virussen uit te roeien, die virussen te doden. Dus het blijft belangrijk. Voorkom dat je besmet raakt. Voorkom dat je ernstig ziek wordt. Voorkom dat je daardoor doodgaat of mensen in jouw omgeving doodgaan. Ik denk dat ik het hierbij ga laten en ik hoop dat u mijn boodschap begrepen heeft. Dank u wel.